Goeiedag mensen. Vandaag hebben we echt een super vette Thomas waar we aan gaan werken. Moet je eens kijken. Dit is wel serieus hoe ik een Thomas voor me zag als kind. En ik heb ook echt heel lang overwogen om mijn eigen Thomas ook legergroen te maken. Hij is van Christian. Hi. Vertel eens. Ja, ik heb deze 3 weken geleden gekocht. En ik zag hem online staan en ik vond de kleuren zo vet. Ik dacht, ja, die moet ik gelijk hebben. Dus zo gezegd, zo gedaan. Opgehaald. Alleen is er een klein probleempje. De veringen zijn een beetje aan de zwakke kant. Bij elk heuveltje zitten we eerder op het wiel dan dat we fatsoenlijk kunnen rijden. Dus dat is eigenlijk het grote probleem wat even vervangen moet worden. En we kunnen nog even wat vette dingen laten zien aan deze Thomas. Ten eerste vind ik dat de velgen echt best netjes gedaan zijn. En ik vind de kleuren nice. Snelgas. En dit stuur, man. Wat vind jij ervan, Jacco? Ja, het is artistiek. Ik heb het nog nooit gezien. En ik vind het serieus vet. Ik snap direct dat je hem gekocht hebt. Ik denk dat we een duidelijke missie hebben dan voor deze video, of niet? Laten we beginnen met de veren. Yes. En hier zien we dus hoe ver die in kan veren. En ja, als dit over een drempel gaat, dat gaat niet heel goed, denk ik. Nee, als we een keer een drempel zo aandrukken, zo, dan zitten we op het wiel zo. Dus dat, als het niet door het wiel gaat. Nee, precies. Dus dat hebben we gekocht. Gaan we even hier naartoe. Over de tafel heen. Over de tafel heen. Kijk. Vet hoor. Ja, dit zijn niet zomaar schokbrekers. Dit zijn de chique. Ja, dit zijn de beste die je kan kopen volgens mij. Qua lengte, is het de standaard lengte. Dat is 180 mm of 280. Ik weet het eigenlijk niet. Is dat erop? 280. Ja. 280. Want wat er nu onder zit is 260. Verlaagd dus. Dit is 280 standaard lengte. En je kan ook 300 nemen, dat zijn verhoogde. Maar ik heb er vertrouwen in dat we met deze lengte goed uitkomen. En anders dan moeten we langere nemen. Dus we gaan deze even uitpakken. Nou Rutger, wat hebben we in de doos zitten? We hebben hier zo natuurlijk onze mooie nieuwe schokbrekers. We hebben hier zo de busjes die erbij horen. En hier zo, en ik denk dat sommigen van jullie wel weten wat het is en sommigen niet, een stelsleutel. Want je ziet dat die hier zo nog versteld kan worden. Dat kun je met deze sleutel doen. En hiermee wordt dus de hoogte aangepast en dus ook de spanning die op de veer staat. Ja, dus inderdaad als je met deze schokbrekers niet uitkomt op de lage spanning bijvoorbeeld, dan kun je hem wat op hoge spanning zetten, zodat hij wat strakker geveerd wordt. Deze busjes die zijn volgens mij, als ik het goed heb, voor een andere type Thomas. Die horen hierin in plaats van deze, voor dikkere bouten. Dus deze gaan we niet gebruiken voor deze Thomas. Daar gaan we dan. Je hebt het gereedschap al in de hand. Kijk. Wat hebben we nodig? Dop nummer 17. Yes. En dan gaan we schokbrekers eraf halen. En die we erop doen. Dat is niet zo moeilijk. Het zijn twee buiten. Zit er goed in? Ja, dat zou ook wel helpen als het accu een keer oplaat. Hij komt. Ik pak wel even een ratel. Ja. Zo, zijn. Zo simpel is het. Dat was hem, naar deze kant. Is wel mooi hè, met de camouflage. Ja. En nu aan de andere kant hetzelfde trucje. Oké dan. Nou, kijken hoe we dit mooie stuk engineering loshalen. Ik vind het serieus wel een vette constructie. Ja. Ik denk deze losdraaien. Ja. Dat deze een beetje spanning eraf gaat. En dan
toch afschuiven. Ik verwacht het. Grappig. We gaan het even kijken. Ik denk wat liefde van een schroevendraaier gaat werken. Tada! Ja. Grappig. Ja, goed bedacht. Het is wel weer creatief dit. Ja. Ja. Oké, dus we hebben hem uit elkaar gehaald. Waarom is dat? Even, kijk, die schroefbreker, de nieuwe, die is wat dikker dan de oude. Ja, je ziet het ook hier. We hebben het opgemeten met de schuifmaat. Hij is daadwerkelijk hier breder. Maar ook het stuk waar de bus invalt is gewoon een stuk dikker. Dus het cirkeltje past nu niet zo heel makkelijk om de nieuwe heen. Dus daarom halen we hem even uit elkaar om te kijken of we hier iets aan kunnen passen. Oh. Een ring. Ja, dus zodat hij wel om de dikke schroefbreker heen past. Kijken of we deze eromheen kunnen buigen. Oké, verandering in het plan. We gaan ze eerst even testen. Om te kijken of de schokbrekers überhaupt goed zijn voordat we de rest erop gaan monteren. Want stel ze zijn niet goed en ze moeten weer terug of wat dan ook, hebben we het liefst dat we niet van alles eromheen gebogen en gedaan hebben. Om even aan te geven waar ze aan terug naartoe moeten, waar hebben we deze vandaan? Thomashandel. Ja, daar hebben ze deze kwaliteit spullen allemaal op voorraad. Yes. Mochten jullie ze daarop kunnen halen, joh. Ja, wat top, hè? Ja, echt vet. Mochten jullie ze nou ook willen, het linkje staat beneden in de beschrijving. Nu is het dus een kwestie van zorgen dat je het achterwiel en de achterbrug dus iets omhoog duwt en de beide bouten dan dus iets erin kan draaien. En dan kan alles weer vast. Nou, ga erop zitten. Heeft dit nog even wat strak afgesteld moeten worden, die veertjes? Denk het ook. Ah, mijn vinger. Nee. Het is al beter, of niet? Het is al wel beter dan net. Net kon er echt geen vinger tussen. Ja. Ja. Nu ruim, maar... Nou, veertjes strakker. Kijken of die dan... die dan goed uitkomt. Dus we willen zorgen dat de veer strakker gaat staan. Daarvoor hebben we de speciale sleutel gepakt die erbij zat. Vertel eens, Jacco, hoe moet dit? Nou, je hebt hier de standen. Hij staat nu op. Dit is de zachte stand. Dit is de ene zachte stand. Dan hebben we 2, 3, 4. Dat is maar 5 standen totaal. Dus hij staat nu op stand 2. En je hebt hier een ring. Ja, deze ring. Er zit een soort van karteltjespatroon in. Ja. Flinke ribben. En daar valt deze sleutel in. Dus je haakt hem achter een van die ringen. En dan doe je hem hier tegen die ring aan. Ik hou hem voor de zekerheid even vast. En dan draai je de ring. Ja. Dan staat hij een stand strakker. En dan kunnen we de ring nog een stand draaien. Nog eentje strakker. Ja. En dan nog eentje strakker. Ja, dit is hem strakst. Nou, dan ga ik even doen aan de andere kant. 2. Drie. En dan... Vier standen dus. Dat is nu op z'n strakst. Kijk hoe die er nu uitkomt. Een stuk beter. Een stuk beter, toch? Ja. Een heel stuk beter. Kijk of hier... We kunnen nog wel tamelijk ver gaan. We kunnen het gewoon proberen op een drempel en voorzichtig een beetje opbouwen. Ja? Ik vind dat hij nog wel, als je erop duwt, redelijk ver ingaat. Dus de vraag een beetje, hoe ver gaat hij op een drempel? Ja, want nu kan er net een vinger tussen, zeg maar. Ja, op een drempel gaat hij denk ik wel verder. Ik denk het ook. Ja. En dan moet hij nog ineens heel veel kram. Ja, precies. Nou kijk, hij kan best wel hier invallen, alleen je zit vooral met die bouten die je uitsteken waar hij dan tegenaan komt. Ja. Een uniek slijtagepatroon in je band.
Dus kijk, we kunnen zeggen van we doen langere veren eronder. Maar ja, dan gaat dit gat wel groter worden, zeg maar. Ja, dus het ziet er iets minder stoer uit. Dus dan krijg je nog meer ruimte. Maar als je erop zit, dan kort die ruimte zich weer in. Precies, ja. 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 Alleen, ja, in nu in neutraal dan. Ja. Nou, even kijken. Ja. Nou, we hebben het nog even geprobeerd. We hebben een beetje zitten voelen hoe ver die inveert. En gekeken wat we nog meer kunnen halen aan vering. En wat denk jij, Jacke? Ik denk dat we een langere set gaan halen. Ja. En dan ander merk. Die, nou, ik hoop, deze veert heel goed in. Dus super comfortabel. Ja, precies. Ieder klein hobbeltje en wat dan ook is heel smooth. Maar... Dus ik zou waarschijnlijk deze nemen als lichtgewicht Thomasrijder. Ja. Maar ja, ik denk dat dat in dit geval misschien wat... onhandig is als je hard over een drempel heen wil gaan. Ja, werkt heel averechts, zoals we juist zeiden. Ja. Ja. Dus we gaan even andere set halen bij Thomas. Handig lucht kunnen we zonder moeite gewoon even omrijden. Precies. En we zijn weer terug, Jacco. Waar zijn we vandaan gekomen? Thomas Handel. Precies, met Moois. Kijk, deze MKX schokbrekers. Mm-hmm. Die zijn wat stugger. Ja. En langer. Dat zijn de 300 mm variant. En ze zijn nog best voordelig, toch? Ja, 30 euro. Ja, is niet verkeerd. Wat krijg je daarvoor niet erbij? De stelsleutel. Ja. Maar die hadden wij zelf nog liggen. Ja. Ik hoop dat die past trouwens. Het ziet eruit dat het een enige uitdaging is. Ja, we kunnen hem in ieder geval zo eronder zetten. Ja. Kijken of het nu goed is. Precies, en we kunnen hem altijd gewoon nog met een tang of zo. Of dit even een stukje afslijpen en dan gaan we erover. Nou, zet eerst even deze eronder en kijken hoe ver we ermee komen. Top. Okay. Nou, even kijken of die nou... Ja, ik voel nu al een stukje. Nou, the moment of truth, hè? Nou... Hey. Nou. Kan nog een super zware tas erbij. Ja, nou, kom eens hier naast de tafel staan, dan ga je dus achterop staan. Ja. Ja, leuk gemaakt. Ja. Naar voren. Ja, zoals je jouw hebt. Ja. Ah. Ik goed gekeurd. Ja, hè? Ja. Hij hoeft dus niet strakker. Nee. Perfect. Dat scheelt ook weer. Oké, nu de schokbrekers dus bevallen. We hebben hem weer eraf gehaald en dan kunnen we de houder voor de kentekenplaat gaan monteren. En deze is dus weer een stukje smaller. Dus we moeten even kijken of dat we dit gaan opvullen of dat we dit mooie stukje misschien wel kleiner maken. Iets verbuigen ofzo. Dat is succes. Dus we proberen het stukje met de schroefdraad iets groter te buigen, zodat de cirkel iets kleiner is. Wie weet. Ik heb er weinig vertrouwen in. Met een mooi stukje schuim erbij. We gaan hem nu eventjes in de werkbank zetten, in de bankschroef. En dan ga ik eventjes een stukje eraf slijpen aan de bovenkant. Want natuurlijk nu we hem iets smaller gebogen hebben, is het stukje omhoog heel groot. Ik pak even de dremel. Kom met Jacco. Uiteindelijk zijn we niet zo overtuigd van het zelf maken van een beugeltje. Dus we gaan de schokbreker er weer op zetten. Want we konden het beugeltje wel aanpassen, maar we hadden niet het idee dat het echt lang goed zou blijven zitten. Wat we gaan doen is de schokbreker erop. En vervolgens gaan we dan gebruik maken van een van deze gaatjes. En dan kunnen we volgens deze met een extra moertje aan de binnenkant alsnog erop zetten. Oké, dus we willen hier zo de kentekenplaat metalen houdertje aan vastmaken. Wat we zien is dat er, dit gaan we eens even kijken of we dit op beeld kunnen krijgen. Ja, er zit een moer aan de binnenkant ingelast. Van natuurlijk de kleine schroefdraad. Dus we gaan hem even uitboren. En dan past vervolgens alles er wel mooi door. En doen we een moer aan de andere kant. We zouden hem ook iets kleiner uit kunnen boren en dan schroefdraad kunnen tappen. Maar het is juist wel fijn dat er een extra moer aan de binnenkant zit.
zodat je hem ook een beetje op de juiste hoogte kan houden en dan aan kan draaien. Ja, het was even prutsen voordat hij mooi recht zat. Maar het ziet er wel netjes uit, vind je niet? Fantastisch. Als oma Gent vindt, ook dat ook echt een mooie plek vinden eigenlijk. Ja. Nu hebben we nog een andere mooie final touch die we gaan doen. Oeh. Ja, want deze, de stuur zit theoretisch gezien een beetje los. En dit maakt het natuurlijk wel af ook, hè? Ja, precies. Meer bling. Zo, pas. Ja, niks van in. Ja. Ja. Ik denk niet dat hij nog loskomt. Nee, ik kan het nog een keer doen. Nou komt hij niet meer los. Nee. Altijd voor de zekerheid even met de hand controleren. Hè? Want, je weet maar nooit. Je accu bijna leeg. Precies. Nee, die zit al vast. Kan mijn stuur nog gaan bewegen. Oh, dat is fijn. Kijken. Blijft hij niet vanzelf rechtuit hangen. Ja. Prima. Perfect. Dat was het voor deze video. Of niet? Dat is één belangrijk ding. Oh, de dopjes. De dopjes. Plop. Past niet meer. Jacco en ik hebben ons voorgenomen ook dopjes te gaan halen. Want... Ja, dat vinden we toch wel leuk. Het kost niks en ik vind het leuk. Ja, hè? Het voelt gewoon zo netjes afgewerkt of zo. Zo, dopjes. Mooi. Kijk, we hebben weer een functionerende Thomas. Ja. Kentekenplaathouder is verplaatst, maar ik vind het niet lelijk. En dat voordeel, hij is minder breed geworden daardoor, dus, hè? Precies, en je stoot er ook minder makkelijk af met je voet of iets. Precies. Zit netjes. We moeten een upgrade. Precies. Wat vind jij dat de mensen moeten doen? Duimpjes omhoog doen. Mm-hmm. Abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Ja. En onze andere video's kijken is hartstikke leuk. Ja. En er komt nog een video aan van deze. Precies, dus abonneer echt even. Ja, want Rutger, wat moeten we nog allemaal doen eraan eigenlijk? De benzinekraan die lekt. De benzinekraan lekt. En als we kijken naar de achterbrug hier zo, dan zien we dat er misschien nog wel meer lekt. Ja. Dus er is zeker nog wat we gaan doen. Klik daarvoor op de abonneerknop en dan zien we jullie in de volgende video. Doei!